Mijn naam is Martijn Steffens. Ik woon hier met mijn vrouw en mijn dochter nu gedurende 2 maanden. Ik ben een Wannemi en ik woon hier samen met mijn 2 jongens in de muziekwijk in Zwolle. Dat hoort bij het project Mensen Milieuvriendelijk Wonen. Mensen Milieuvriendelijk Wonen, dat is een apart project binnen de wijk. De mensen die hier wonen, die zijn gewoon bewuster bezig met het milieuaspect of het mensaspect of allebei. Dat is een keuze die ik heb gemaakt toen ik al hier wist dat ik hier wilde wonen. En dat is, dan wordt er gevraagd, wil je zonnepanelen op je dak? Ja, tuurlijk wil ik zonnepanelen op mijn dak. Dat is toch een domme vraag? Er zijn geen tegens. Dus je moet gewoon meedoen. En het is leuk dat je en een nieuwe wasmachine krijgt, want dat helpt natuurlijk altijd in een bepaalde stap. Maar was die wasmachine er niet geweest, doe je nog mee. 'S Ochtends voor vertrek kijken we even ook met name wat het weer gaat doen. Of we de wasmachine kunnen gaan vullen en gaan inzetten. En bij terugkomst wat we gedaan hebben, wat we opgeleverd hebben. We zijn nu in de gemeenschappelijke tuin. Voor mij past dit in het plaatje van de keuze voor zonnepanelen. De keuze voor je energieverbruik verminderen of je gedrag aanpassen. En daar past wel ook een meer groene ruimte in. En dat is wat hier gecreëerd is. Je kan per dag aangeven of je financieel bezig wil zijn of dat je groen bezig wil zijn. En mijn vrouw had hem op financieel gezet, terwijl we begonnen in de groene modus. Dus ik heb hem nu weer teruggezet. En we gaan kijken of ze het merkt, dat is één. En we gaan de zonnige tijd tegemoet, dus dat komt wel goed, denk ik. Op dit moment zie ik dat ik teruglever. Ik zie dat ik 140 watt verbruik Er wordt 820 watt wordt er opgeleverd door mijn zonnepanelen op het dak. En ik lever terug. Het is ook een spel met de energiemeter om te zien, kan ik nog een extra sterretje verdienen op dat we zuinig met onze energie omgaan. En je kan ook kiezen wat je streven is. Dus of je een beginneling bent of dat je de hoogst haalbare score wil halen. Dus er zijn... Ja, dat kan je van jezelf. En dan krijg je sterren. Dus dan kan ik dus zien hoeveel sterren ik behaald heb. En ik ben kampioen, lees ik net. Dit is dus de wasmachine. Omdat hier 11 kilo in kan, betekent dat ik ongeveer 1 keer in de 2 weken was. Terwijl ik in mijn vorig huis met een wasmachine van 4 tot 5 kilo draaide ik een was ongeveer om de dag. Minder wassen is beter voor het milieu en ook beter voor de portemonnee. Wij wassen gemiddeld 2 keer per week. We hebben een dochter van 9 maanden en die maakt nogal eens wat smerig, dus moeten wij blijven wassen. Heel veel energie gebruik ik eigenlijk niet, ook als ik thuis ben. Of ik heb de laptop aan de adapter zitten, omdat die moet opladen. En nu zorg ik eigenlijk altijd voor dat als ik ergens vandaan kom, dat de laptop vol is. Dat je in ieder geval gewoon thuis niet meer per se hoeft te laden. En dat gaat goed. Ja, ik ben enthousiast en ik vind het stoer als ik op mijn eindafrekening of mijn maandafrekening van Dong Energie nog geen euro hoef te betalen op energiekosten. Nou, dat vind ik stoer. Dat heb ik gedaan. En de zon. Er komen mooie dagen aan, dus flink opwekken. Ja. Vanaf nu doe ik ook mee met jouw energiemoment. En ik ook.